Good morning. Het is vandaag donderdag, Hemelvaartsdag, dacht ik. I'm back. En ik ga vandaag een heel leuk dagje hebben. Ik ga lekker met Wendy naar Amersfoort. Wendy woont er dichtbij en we wouden een keer afspreken en lekker Insta shooten. Dus ik dacht, ik heb vandaag toch de hele dag echt helemaal gratis, want het is een feestdag. Dus ik ga lekker naar Amersfoort toe. Dus ik heb gisteren al mijn outfitjes en zo klaargelegd. Ik doe zo meteen al een lekker outfitje aan. En we gaan 3 looks schieten beide. Het is wel een beetje kut weer. Het regent niet. Het is voor nu droog hier. Ik weet niet hoe het in Amersfoort is. Misschien klaart het nog op. Maar we gaan het gewoon mee doen. Ik vind het al super leuk om überhaupt met Wendy af te spreken. Het is de eerste keer dat we elkaar het echt gaan zien. Maar dat vind ik gewoon al super leuk. Om haar gewoon in het echt te zien. Gewoon lekker socialize en zo. Helemaal zin in. Nu ga ik even lekker mijn make-up doen. En verder klaarmaken. Dat is wat ik nu even ga doen. Zo, ik heb mij klaargemaakt. Ik heb een lekker make-upje op. Alleen deze wimpers zijn helemaal vertiefd, maar oké. Ik heb mijn haar even snel geborsteld. Ik heb mijn outfit aan. Ja, ik kan hem gewoon wel even laten zien. Ik dacht, ik kan het niet laten zien, want het komt er op Instagram. Maar het is helemaal black en pink en I'm living for it. Deze body van de Bershka. Blazer is nieuw, is vintage. Rok H&M, heel oud. En nieuwe Nike's. Even kijken. Helemaal all black. Helemaal happy. Dus dat. Hier heb ik mijn koffertje al staan. Ik heb verder... Volgens mij heb ik verder alles. Ik moet nog even mijn oplader en zo pakken. Hier is mijn tasje. En ik weet nou even niet hoe laat het nu precies is eigenlijk. 8:11. Oké, ik moet iets over 12 moet ik weg. Dus dat stop ik hem mooi op schema. Ik ga even iets... Even iets pakken voor iets van eten. Gewoon even snel eten. Ja, oké. Een beetje chaotisch. Maar ik dacht net echt dat ik fucking erg moest haasten. En ik had super mooie wimpers. Van de Primark. Echt hele volle wimpers. Dus ik wou die opdoen. Maar het ging helemaal fout. Ik kreeg helemaal lijm in mijn oog. Het ging helemaal kut. Dus ik heb even subtiele wimpers opgeplakt. Goed verhaal dit. Lekker kort ook. Ik ga nu lekker naar beneden. Even eten. Spullen pakken en dan op de fiets. Volgens mij is het helemaal niet koud buiten. Het is een beetje volgens mij dat benauwd. Dus ik hoop dat ik deze aan kan als jas. Dus, maar we zullen het even zien. Hè? Ik ga even nu rustig aan doen. Oh, ik ben helemaal verwilderd. Maar ik ga dus echt helemaal stuk om mezelf. Ik ben dus echt gewoon een stuk. Is al 10 minuten eerder weggegaan van huis. Want ik dacht, ik ga even langs Appie. Ik ga even een flesje drinken halen en zo voor in de trein. Het is natuurlijk helemaal hard. Dus er is geen fuck open. Dus dit is gewoon top. Dus nou, ik ben nu gewoon al op het station. Het is een beetje aan het miseren. Dus ik ga nu gewoon even daar in het hokje zitten. En even inchecken en zo. Oh, ik ga een stuk om mezelf. Ik had zoveel zin in. Gewoon even een flesje cola of zo. Maar oké. Het is op. Dus ik ben nu fucking vroeg op het station. En gewoon 20 minuten te vroeg. Ik ga stuk. Maar oké, ik ga lekker in het hockey zitten. Ik ben op Amersfoort station, centraal. Ik heb geen idee wat het hier heet. Maar ik moet nu even uitzoeken waar ik heen moet eigenlijk. Want ik heb letterlijk geen idee. Ik weet wel dat er ergens bussen zijn en dat men niet met de bus komt. Maar hoe ik daar nu moet komen, dat weet ik even niet. Maar ik denk gewoon omhoog. En ik zie hier, oh, ik zie al wel een tekenbus staan. Maar oh my god, ik zat dus net in de bus, in de trein. En ze riepen gewoon om. Pas op mensen, let op je spullen, want er zijn zoveel holders in de trein. Like, what the fuck? En dit is best wel koud. Het is echt best wel fris. Zou ik eerst dacht van, het is echt lekker weer, bla bla bla. Maar ik heb gelukkig een trui en op een zweet, dus ik kan altijd nog die trui en weet ik het allemaal aandoen. Dat is super chill. En nu moet ik dus even zoeken. Even kijken. Oh daar, wacht, ik zie het al. Top. Nou, ik ga lekker naar Wendy toe. Benieuwd of ze er al is. En ik denk dat ik ben inmiddels in Amersfoort aangekomen. En hier is Wendy, die is even iets uit haar tas aan het pakken. Hi! We hebben nu al de eerste look hebben we sowieso geschoten. Mijn tweede look nu ook al. Ik heb nu dit aan, hoe gezellig. En nu gaan we even een selfie maken. Heel gezellig. En we hebben even heerlijk geluncht. Oh, hier is Wendy. We hebben heerlijk geluncht bij bakwerk, backwerk, Bekwerk. Bakwerk? Is bekwerk? Ik dacht bakwerk. Ik weet het niet. Iets met bak. Struggles. Bak, bek, bak. Bak, bek. In ieder geval lekker gegeten. En heel lang gepraat. Gingen we omkleden. Het was fucking druk bij de wc's. Dus duurde nog even. En het is best wel lekker weer. We hebben het getroffen. Ja. Dus nu gaan we even een selfie maken. Wendy's tweede look schieten. Dan moeten we weer omkleden. En dan gaan we voor de laatste look. Yes. Instagram live. Hallo. Ik ben Wendy. En ik ben met Sasha foto's aan het maken. Hoi. Van het account is natuurlijk. Daar zit een hele leuke kat. Daar zit een kat. Poes. Poesje. Poesje. Kom maar. Kom dan. Ja. Nou. Sasha vindt het niet zo leuk, kat. Nee, het is echt, het heet het janken. Maar nu... Ja? Is toch de vraag, krijg ik dit dicht? Vast wel. We gaan een timelapse maken dat jij het dicht maakt. Oké, let's go. Oh, het gaat nog best wel... Oké. En mensen, het is echt warm. Heel warm. We hadden dit niet verwacht. Ik zei net vanochtend op station, toen liep ik. Ik zeg, oh, ik heb het zo koud. Ja! Maar het is ook zo grauw. Het is zo benauwd. Het is echt wel 20 graden, denk ik wel. Ja. En kijk maar in deze dikke trui zitten. Ja, nou ja, gelukkig heb je blote benen. Dat wel. En bruine benen voor een verkeken heeft. Zo. Woe! Oké. Zit erin. Blazer gaat over de schouders. Want... Hele leuke look. Thank you, babe. Ik moet het echt... Oh, wat heb ik hier nou weer? Nou, dat kan je weer wegshoppen, hè? Of eruit trekken. Volgens mij heb ik je helemaal niet gefilmd. Echt wel hoor. Hoi. Oh, hoi. Ik vind het licht zo lelijk. Ik lijk net een... Ja, maar het licht is heel snel lelijk op een camera. Dat is echt heel naar. Oh, nu is het nog lelijker. Hé, hey, ik zoom in. Echt? Huh? Kan het ook daarmee? Blijkbaar. Een stuk. Nou, dan liggen we nog wat. Welkom bij het vlogje van Wendy en Sasha. Huh? Hoe deed je dat? Oh, nu zoom ik weer uit. Hey, kiek. Oké, maar we gaan verder doen. Doei. Zo, we zitten heerlijk bij de Hema. Gebakje wat drinken. Hier is Wendy. En we hebben... Oh. We hebben heerlijk geshoot. En nu gaan we dus even afsluiten met dit. En we waren net in de Bershka. En ik stond gewoon even dingen te passen en opeens wordt er gezegd, de winkel is gesloten. Wendy kwam naar me toe van, ja, de winkel gaat sluiten. Ik dacht, kut. Maar wel raar dat ze mij gewoon toeliet in het pashokje dan. Ja, want het was 5 minuten daarvoor. Ja, het was echt 5 minuten voor 5. Dus, maar daar hadden we niet rekening mee gehouden. Dus zitten we nu even... Maar het werd ook niet omgeroepen of zo. Nee, het werd helemaal, alleen de muziek ging uit, maar verder kondigden ze niks aan. Nee. Maar oké, we gaan even lekker genieten. We hebben heerlijk geshoot, heel veel foto's. Dus, en dan moet ik zo meteen maar weer in de trein naar huis. Ja, dat is zitten. Hele reis. Nee, het is prima. Dus. Bye. Zo, het is 5:10. En ik ben nu weer naar het station aan het lopen. Wendy heeft al de bus gepakt naar huis. Die woont hier heel erg dichtbij. Dus nu ben ik weer naar het station aan het lopen en ik had nog echt een half uur of zo. Dus ik dacht, ik ga wel lopen in plaats van met de bus 1 minuut inzitten en dan wachten voor de trein. Dat ga ik niet doen. Dus nu lekker op weg naar het station. En het was echt heel erg leuk. We hebben echt heel erg veel lookjes geschoten. Het is echt top. Net nog even een taartje naar binnen gewerkt, wat wel fijn is. Want voordat ik thuis ben, waarschijnlijk 7:15 of zo. Dus dan heb ik in ieder geval iets in mijn maag. Dus dat is heel erg fijn. Ik vond het echt heel erg gezellig. Dus Wendy, als je kijkt, denk ik het wel. Thanks for today. En nu op weg naar Dalsen. Ik ben thuis en ik heb het zo warm. Dit is niet normaal. Echt. Halleluja. Het is gewoon echt heel erg benauwd buiten. Dus ik had een blazer aan en ik heb helemaal te zweten. Mijn make-up glijdt zo van mijn gezicht af. Dus dat. Ik ga nu bedenken. Ik moet bedenken wat ik vanavond ga eten. Wat ik nu ga eten. Ik moet trouwens eerst plassen. Ja, dan ga ik eerst doen en dan ga ik kijken wat ik ga eten. Want ik heb geen idee. Volgens mij hebben we eigenlijk niks in huis. Ik ga patatjes eten. En een kroketje. Ik heb een vraag. Waarom zijn ovenkroketten niet geschikt voor de frituur? Ik had namelijk ovenkroketten gepakt. Ik dacht, het kan makkelijk in de frituur. Waarom niet? Gewoon wat korter, toch? Hè? Logisch. Maar toch ga ik het risico niet lopen, want het is toch zonde van 2 kroketten. Ja, ik ga er 2 nemen. Oh. En nu heb ik nog wel een normale kroket gevonden. Dus ga ik die maar eten. From fashion to not so fashion, but that's all okay. Ik ben dus echt helemaal aan het snijden. Want ik had van mama deze gekregen. Dit is te lekker. En ik kan er niet van afblijven. En op vakantie was ik al dik geworden. Ze worden nu in Nederland nog dikker. Top. En ik ga deze avond dus echt helemaal niks uitvoeren. Echt geen spannende plannen. Dus ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik ga hem ook lekker gelijk bewerken. Heb ik zin in. Ondertussen kijk ik lekker YouTube. Ik ga denk ik zo meteen It Takes Two terugkijken. Want dat heb ik al 2-3 weken niet gezien of zo. Dus dan kan ik even, heb ik even wat beeldmateriaal om te kijken. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt een geweldige dag. En het was super gezellig met Wendy. Dus dat was helemaal top. En lekker Insta geshoot. Dus dat is ook altijd leuk en gezellig. Dus ja, I'm a happy girl. En ik ga de vlog happy afsluiten. So thank you. And see you next time. Bye.